Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en dit is Myron. En zij is iets aan het doen wat ze heel erg fijn vindt. Namelijk plakjes kaas snijden. Kijk dan. Oh, dat is lekker. Vers van de markt gisteren gekocht. En een kaasschaaf, want dat hadden we niet. We kochten eigenlijk altijd gewoon plakjes. Maar Myron die heeft eigenlijk twee dingen die je tijdens de zwangerschap echt super lekker vindt. En dit komt nu ook in de buurt ja, dus. Ja, sinds gisteren, want ik kom zin in kaas. Maar... Nou, dan moet je niet liegen. Nee, op een cracker had ik het ook wel, maar dat had ik daarvoor ook. Ja, en de dag daarvoor liep je ook naar de koelkast. Toen zat ik aan tafel te ontbijten. En toen zei Myron, zijn er plakjes kaas op? En toen zei ik, je mag wel een van mijn cracker. En toen heb ik een van mijn cracker afgehaald en aan Myron gegeven. Ja. Dus je hebt wel steeds vaker en meer zin in kaas. Ja. Maar goed, dat is dus cassis en kaas. Dat zijn de twee dingen die je dus nu al, waar je wel echt goed op gaat. Wat ik echt lekker vind. Ja, wat je echt lekker vindt. Nou, groot gelijk heb je, schat. We gaan dus even lekker ontbijten hier met z'n tweetjes. En ik heb allemaal lekkere vitaminepilletjes, glaasje water en een lekkere cappuccino. Ik vind het nog steeds zo vet voor de mensen die het nog nooit hebben gezien. Het logo wat hierop staat is dus gewoon knolpauwer. Even kijken of ik dat zo in beeld kan brengen. Ik moet die even scherp stellen. Zo komt hij het best in beeld. Knolpauwer koffie. Dat staat dus op alle rode mokken die we hebben. Die hebben we ooit een keertje gemaakt. En dat heeft Myron gedesigned met Thijs. Echt super tof. Dus bij deze, proost op jullie lieve mensen allemaal. Bedankt weer voor het kijken. En vandaag staat ons iets leuks te wachten. En ik kwam er gisteren pas achter dat dat was. Nu paste het gisteren niet meer in de planning, maar vandaag wel. Het is zondag, het is een regenachtige dag. Beetje, ziet er een beetje somber uit. Maar zo gaan we de dag niet door natuurlijk. We gaan echt even iets leuks doen. En mijn shirt, die heeft daar alles mee te maken. Oeh. Ik liep naar de spiegel toe net. En ik had mijn pet in mijn handen. En die wilde ik even opdoen. En toen dacht ik, wacht eens even. Ik kan ook gewoon weer even een keertje mijn haar doen. Want het is alweer even lekker doorgegroeid. Dus laten we dat eens even doen. En ik heb iets tussen mijn tanden. Welkom bij mijn hair tutorial. Ik heb hier droog shampoo. Ik heb echt geen flauw idee wat ik doe. Goed zo? Zo, dat ziet er wild uit. Alsof ik net uit bed kom. Gaan we voor de just came out of bed look? Dan hebben we een bos haar alweer. Hoe gaan we ervoor zorgen dat dit mooi blijft zitten? Haarlak. Boom! Bedhead. Extra stronghold. Jeetje. Wat nou jeetje? Dat stukje hier zo, dat spreetje, die zit helemaal vast. Dat zit helemaal vast met die spray. Komt er helemaal niet normaal uit. Zou dat genoeg zijn? Volgens mij ziet het erachter een beetje raar uit hoor. Die overloop hierachter. Volgens mij klopt dat niet helemaal. Volgens mij heb ik de achterkant dik en dan de zijkant kort. En dan heb je zo'n hele rare plek hier, denk ik. Zo ziet dat eruit in ieder geval. Mag ik zien? Dit. Nee hoor, ik val zo mee, zo mooi. Nee? Wauw! Wat heb jij een mooie broek aan? Dit is wel echt heel erg nice hoor. Want Myron die heeft gewoon mijn swag aan. Ja. Yes, dit is gewoon mijn broek. Dit is gewoon mijn broek die Myron aan heeft. Ja. What? Dat moet gewoon. Ja. Ik heb geen normale broek meer. Alleen maar van die stretchy broeken of leggings. Maar ik dacht ik wil even een keer een spijkbroek aan. Ja, het ziet er echt mooi uit schatje. Weet je welk nummer nu bij jou past? Nee, moet je niet weglopen van mij. Ik pak mijn make-up. You're beautiful. Komt-ie. You're beautiful is true. Bedankt. En kijk maar daarheen. Nee. Kijk daarheen. Nee. Kijk daarheen. Je moet bijna weg. Nee. Wacht even, kijk eens daar. Deze grap heb je al 3 dagen achter elkaar gemaakt. Kijk eens daar. Oh, moet jij bijna weg? Wat ga je doen? Ik ga even naar Utrecht. Meen je? Ellie. Met Ellie ga je even lekker shoppen? Yes. Nice. Je probeert iets te vinden, hè? Iets van een outfitje voor jezelf. Ja, maar het is niet te vinden. Oké. We gaan met moed heen, hè? Oké, we gaan met moed heen, dat is mooi. Of jij? Ja, ik ga straks naar Houten. Ja, dat is ook leuk. Ja, dus we gaan allebei onze eigen kant op. Nou, liever jij dan ik. Dit is ook haarlak, als je deze wil gebruiken. Ja, ik heb het al opgespoten. Okay. Ik denk dat het zo goed is. Kijk, als ik mijn hoofd beweeg, zie je, blijft het alleen hier nog niet. Dan zit het vast. Dit gaat nog heen en weer, dus hier moet ik nog sprayen, maar de rest blijft allemaal zitten.
Dat is gewoon mijn test. Heb ik goed haarspray gedaan? Ja. Ik vind het wel nice zo. Kom eens, schatje. Kom eens hier. Ik weet echt, doe je ogen dicht? En vertrouw mij, niks doen. Nee, gaat nee. Niet op doen. Ik weet, ik ken jou. Schatje. Ik ken jou. Echt niet. Nee, schat. Echt waar. Ja, ik zie die hoed daar al liggen. Schatje, doe je ogen even dicht. Nee. Jij bent zo'n loser. Jongen, jij kent mij echt zo goed, hè. Dat is echt niet normaal. Jij kent me echt te goed. Hoe wist je dat? Ja, omdat ik die hoed al zag daar. Damn. Damn. Wist je dat als je deze hoed op je hoofd hebt, dat er dan een liedje afspeelt? Ja. Ja, moet ik het doen? Doe ik het even voor, ja? Ja. Dat was vet, hè? Ja, sick. Wow. Helemaal. Jij? Ja? Nee. Oké, doei schatje. Oké. Hey, wat is het hier donker als je twee deuren dicht hebt? Dat is creepy, hè? Ja, dit is creepy, man. Ik weet het. Hoe is het dan? Goed. Nou, is goed te zien, man. Ja, zelfde maat. Damn, zijn we weer. Reunited. From Japan to the Netherlands. Hey! Oh, wacht. Blijf zo staan. Nou, makkelijk, hoor. Ik blijf wel zo. Tot. Ik ben nog steeds zo blij met de wand. Waar heb je hem neergezet? Echt een eer, hè? Je mocht hem even vasthouden. Ja, dat doe ik normaal nooit. Kracht. Ja. Snap ik. Ja, hij staat hier mooi voor. Kijk, die stand, hè? Kijk hoe nice. Man. Daar staat hij dan. The chosen one, man. Dat ben ik blijkbaar. Blijkbaar? Heb ik mezelf aangepraat. Iedereen die hem koopt, maar... is de chosen one. Als je maar betaalt, ben je de chosen one. Precies. In ieder geval, jullie zien het nu wel een beetje buiten. Het is echt scheidweer. En wat ga je doen als het zo scheidweer is? Dan ga je even kijken wat is er te doen. En ja, dan is er dus een Pokémon-beurs. Daar gaan we even een kijkje nemen. En ik heb serieus, en daarom vind ik het geniaal dat je dit aan hebt gedaan. Ik heb voor jou een verrassing straks bij de beurs. Wat? Ja, dus dat ga je echt leuk vinden. God. Dat weet ik zeker. Heeft met Harry Potter te maken? Of misschien. Ik heb iets leuks voor je vandaag. Want ik ga vandaag alles vloggen, zoals altijd. Maar ja. Jij gaat heel erg veel vandaag snapchatten. Ik heb nog iets gepakt uit mijn verzameling waar ik vanaf wil. Okay. En ik wil jou eigenlijk vragen om daar te gaan ruilen met andere mensen om vettere dingen te krijgen. Wat? Ja. Okay. Dus Snapchat battle. Ik heb hier 3-9 TGA kaarten. En mijn vraag is eigenlijk of jij deze wil omruilen voor iets veel vetters voor mij. Oh my god. Ja, dus dit is de 25-jaars editie, de Charizard, Blastoise en Venusaur. Is wel lijper, maar wat zoek je dan qua... Ik heb deze drie, alle drie namelijk al in een team. Maar wat zoek je ervoor? Want dan weet ik een beetje welke richting. Ja bro, ik heb geen idee, man. Ik wil er gewoon vanaf. En wat er voor in de plaats komt, dat zie ik dan wel. Man, je geeft dus ja. Me wel weer echt... En even... schouders, joh, die zijn zwaar. Ja, ik zet je meteen onder druk. En dan heb ik nog even een vraagje. Want ja. ik heb maatregelen genomen. Jij zei dat het gisteren druk was. Jij hebt veel herkend. Ging veel op de foto. Ja, mensen hadden het continu over Japan. Over de Japan vlog. Ja, en ik had nog aan Enzo verteld. Er zijn mensen die hebben mij gewoon verteld dat ze de vlogs van ons van Japan terug gingen kijken om hyped te worden voor deze Pokémon. Hoe cool is dat? Omdat wij met Pokémon bezig waren. Ja, dat is echt lief. Ja, dat is echt super lief. Dat is echt heel erg tof om te horen. Dus toen dacht ik, hoe kan ik maatregelen nemen om zo min mogelijk herkend te worden, zodat we ons ding kunnen doen? Toen dacht ik ga mijn haar doen. Want ik word veel minder herkend als ik mijn haar doe, dan als ik een pet op doe. Maar toen dacht ik, toen ik hier kwam, dacht ik aan iets veel beters. Oh. Nee, dat valt niet op. Dat valt niet op, toch? Die is wel perfect, die moet je wel op hebben. Boom, de Pikachu head. Ja. Ik krijg echt flashbacks daar. Maar ik daar telkens iedereen langs die Pikachu's. Iedereen had daar hoedjes op van Mario, Luigi, Bowser. Oh, dat was zo leuk. Pikachu, man. Dat was echt vet. Dus ja, misschien is dit wel... Ik denk dat wel helpt. En dan denk ik, als jij undercover gaat, dat het ook wel helpt. Dan kan je kiezen uit Mario of Luigi. Oh, ja. Dat helpt ook wel. Dat zou ook minder opvallen, denk ik. Ja, goed. Ik ga deze sowieso meenemen. Dat neem ik echt, deze mee. Dat is echt legendarisch. Ja, zo leuk. Ik moet dat allemaal nog even een plekje geven. Echt. Ja, er komt uiteindelijk hier in de studio, dat duurt niet lang meer. Als deze ruimte hierachter klaar is, dan komen hier allemaal plankjes. En daar komen allemaal mooie dingen op te staan. Dus dat wordt wel echt heel erg vet. En dan kan ik ook een beetje die Pikachu knuffel en hoedjes en weet ik veel wat allemaal mooi neerzetten. Maar goed, ik ga even een nieuwe batterij pakken. En dan gaan we er vandoor. Dan gaan we naar de Pokémon beurs. Ik ben echt super benieuwd. En dan gaan we dus sowieso ook de verrassing voor Wouter ophalen. En dan ben ik benieuwd waar dit uiteindelijk terecht komt. En wat je ervoor terugkrijgt. Ik heb wel een soort gevoel van, we gaan even wat uitvoeren. Oh mijn god, dat is zo nice. Het wordt weer Japanstijl. Het wordt weer Japanstijl!
Let's go! Zo, dames en heren. Je kan zeker wel stellen dat wij er klaar voor zijn. We hebben frikandellenbroodjes, kaasbroodje, hamkaascroissant. Wij zitten helemaal in de flow, dames en heren. We gaan naar Expo Houten. Mario en Pikachu. Ik ben je chauffeur van vandaag. Let's go, man. Ik had altijd al een keer Mario als chauffeur willen hebben. Ja, maar weet je wat ik ook raar vind? Toen je zo rondliep in Japan, was het normaal. Nu niet, hè? Nee, als je hier nu rondloopt in de supermarkt, denken mensen dat is raar. Dat snap ik niet. Hier ben ik een gekkie. Ja, precies. Ja, ik weet niet. In Japan inderdaad, maar ook omdat je in het buitenland bent en je weet eigenlijk dat niemand... Er waren niet echt veel Nederlanders toen wij er waren of zo. Dus ik weet niet. Je hebt sowieso in het buitenland denk ik wat meer scheid of zo. Wat meer zo van ja, boeien, weet je. Je komt hier één keer, je ziet deze mensen nooit meer. Ja. Ja, en hier nu sta ik gewoon bij de supermarkt waar ik wel eens vaker kom. Hey! Oh, ik weet niet of jullie ooit nog dat moment kunnen herinneren dat ik in deze supermarkt ging als Spider-Man met mijn pak. Bizar. Echt bizar. Als ik er nu zo over nadenk, geniaal. Check maar even. Zo'n potje. Hoe oud waren we ook weer? Daar gaan we niet hard op staan. Zouden ze weten dat we naar de Pokémon-beurs gaan of niet? Ik denk dat wij gewoon bedoelen. Weet je wat je dan altijd doet in dit soort situaties? Dan doe je net alsof je een soort van je kind aan het zoeken bent. Oh, ik ben even op zoek naar mijn kind. Wow, dat is een goeie. Wow, ik heb straks het beste excuus ever om overal heen te gaan. Ja, je hebt een kind. Wow, ik heb straks een kind. Kan ik gewoon inzetten voor alles wat ik zelf ook wil. En ik zeg gewoon dat ik jouw kind zoek. Ja, en zo die... Moet die ergens zijn, die kleine knol. Ja, jezus. Nou, is het mooi weer? Dat was mijn electric attack van Pikachu. Ik neem een flesje water mee, man. Wat lekt er? Ik weet niet. Hebben jullie water overal gedaan? Ja, waarom is het nat? Ik had zo net wel het dak openstaan. Oh, dat was het. Dat was het. Oh ja, ik ging op het dak liggen ook. Dat was het. Oh, ja, nu jammer dat we dat niet gefilmd hebben. Volgende keer moeten we dat echt doen. Doe volgende keer. Dames en heren, we zijn binnen op de Pokémon-beurs. Oh my god. Oké. Okay. In Japan zijn. Dit is van de metro. De metro. We moeten ons melden. Oké, nou hier zijn we in ieder geval, dames en heren. En laten we eens even lekker rondloeren of we mooie dingetjes tegen kunnen komen. Dit is dus de hele beurs. Yo, draai eens om. What? Hey. We zijn tweeling. Hoe heet je? Sam. Sam, check dan. Wow, yo. Hey, dan heb ik een mooi cadeautje voor jou. Dit is een blut. Dankjewel. Ga je meteen openmaken? Ik wil wel zien wat hij heeft. Hopelijk de Charizard, Blastoise of Venusaur. Wie weet. Deze link daar ben je muziek even. Echt? Wie vind je cooler? Verhaal linktijger. Oké, let's go. Boom. Kijk nou eventjes. Ben je blij? Ja. Nou, zullen we mooie foto's maken dan? Ja. Tuurlijk jongen, dat zo mooi uitziet. Mijn vriendin is fan van jou. Dat is leuk. En jij niet? Oh. Oh, mooi zo, gelukkig. Nou, goed, zeven vriendin. Ja, jij? Hij is volgens mij al. Ja joh. Nice, ja tuurlijk jongen, zeker. Kom erbij baas. Knol, power, hoodie, alles. Boom. Gaan we een foto maken? Kijk joh. Oh. Ja, de mensen weten het niet, maar iedereen vandaag met Knolpower Murs krijgt van mij een Pokémon pakje. Wow, ja, maar daar had ik hem ook aangetrokken. Ja, helaas. Wil je meteen openmaken of wil je meenemen? Wil je hem openmaken? Gaan we pack opening doen? Pack opening, let's go! Als er een Charizard uit gaat komen, hè? Okay, let's go man, let's go. Oké. Hé, een kledel! Dat is niet verkeerd. Oké, ik denk dat het tijd is om bijna even naar de Pokémon stand te gaan. Ja, dan gaan we even checken. Kijk door van iemand nog een foto. Wie hebben we hier? Ja, je moet het voelen aan de knuffel. Ik heb geen idee wie. Ja, jawel, je weet wie is er op een Pokémon event. Volgens mij werd ik net verkozen. Ja, dat je beter was dan deze persoon. Ik zei wie is cooler, Link Tiger of Enzo? Zei die Enzo zo, yeah. Daarom ben ik boos. Hey Mai, heb je iets van Knolpower merch aan? Ja. Onderbroek hè? Ja. Hey, ik heb voor iedereen die vandaag Knolpower merch aan heeft, heb ik een cadeautje. Hey! Wow, maar je moet hem wel nu openen. Ga je hem meteen openmaken of niet? Natuurlijk gaan we. Oh, oké, let's go. Pack opening, let's go. Mew. Mew. En die achter. Oh. Was je ook niet gegund. Goed, maar je wil een fotootje of wat? Ja, kom, gaan we jou een foto, man. Ja, tuurlijk jongen, zeker. Ik wil ook nog even voor mijn vriendin doen.
vriendinnetje leuk. Oh ja, tuurlijk. Zo, hij is wel smooth. Ja joh, alles wordt geregeld voor die vriendinnetjes. Zo, ik denk dat wij er vandoor gaan. Yes. Dat wij eventjes op zoek gaan naar een paar mooie Pokémon kaartjes. Dan gaan we als eerste even naar Flashcards, want die ken ik nog wel. Dus laten we daar even kijken nemen. Let's go. We zijn bij de stand aangekomen en ik heb nu al de allerdikste Pokémon kaart gevonden, dames en heren. Staat hier voor me. Boom! Hoppa! Hoppa, daar hebben we Ys weer. Tijdje niet gezien, ja, maar ja, we zijn allebei nog springlevend. Ja, sowieso. En heb je wat moois om even te laten zien voor een vlog waar je trots op bent? Iets waarvan je denkt, dit is vet? Ik heb wel een paar leuke dingen bij. Oké, okay, we gaan naar de vitrine toe. Chinese basepacks. Chinese basepacks. Die zie je helemaal niet. Mag ik die eens zien? Ja, kijk maar. Chinese basepacks. Wat? Wow, ja, misschien voor die kaarten. Wow, Chinese basepacks. Als ik deze kaart deze nu pak, ik echt sick, ja? Dan heb ik dus 5500 euro in mijn handen. Ja, deze nog iets meer. Hè? Oh! Is dat 25.000? Yes, yes. Oh, dan wil ik die 19. Wacht, dan wil ik die heel even vasthouden. Wat? Deze kaart is 25.000 euro waard. Top. Hou maar even vast, Wouter. Ja, ik bewaar hem anders wel. Kijk, daarvoor heb ik die hoed. Oh, nu snap ik hem. Hey. Ja, we kunnen wel even een leuk spelletje doen. Ik weet wel even iets leuks. Ik heb nog een paar packs in mijn tasje zitten. Dus we gaan nog even kijken of we mensen tegenkomen met Knolpower merchandise. En dan gaan we... Dat zal ik doen, dankjewel jongen. En dan gaan we een packie geven. Maar we kunnen ook wel even een leuk spelletje doen met een dobbelsteen. Ik ben heel erg benieuwd of iemand dan een beetje geluk heeft vandaag met het polsje en even goed kan gooien. Wil jij proberen? Gooi maar. Een 4. Damn. Wil jij proberen? Werkt, hè? Ik weet het. Een winkel die verkoopt dingen, die geeft die dingen weg. Ik maak verlies. Oké, okay, ik ga op 6. Gooi jij eens dan? 2. Ja, maar okay, hoe kan dus wel. Ik denk dat alle 6 eruit zijn. Hey! Of telkens als ik het zeg. Ja. Weer een 6. Hupsakee. Kijk eens aan, jongen. Alsjeblieft, hè? Toppie. Nou, dames en heren, laten we even de rest van de beurs bekijken. Want hier heb je 1 stand, maar er zijn natuurlijk ongelooflijk veel. En ik kan jou vertellen, Wouter, dat bij 1 stand ligt iets voor jou klaar. We gaan straks echt weg van deze stand, maar geloof me, ik heb het echt naar mijn zin hier. Het is leuk. En waar we nu op uitkomen zijn deze mystery boxen. En hier wil ik sowieso eentje van kopen. Dit vind ik echt heel erg nice. Sommige zijn best duur. Bijvoorbeeld deze mystery box, 500 euro. Hij is ook groot, joh. Hij is groot, hij is echt groot. Je hebt geen idee wat erin zit. Maar als je dan ja, wat minder geld wil uitgeven, kan je ook deze box halen, 150 euro. En dit is wel heel erg leuk. Dus we gaan sowieso later in de vlog één van deze boxen meenemen. Ik weet nog niet welke. En dan gaan we aan het eind van de vlog gaan we die uitpakken, kijken wat erin zit. Dus dat krijg je nog een vervolg. De Van Gogh Pikachu! Kijk eens aan. Wow, dat is gewoon is Pikachu! Hey. Gaan we op de foto samen? Ja! Gaan we daarheen kijken? Hé, hey, daar hebben we de Charizard Dodo. Daar is hij. Boom! Mooie kaart. Dodo! Yes! Wij moeten op zoek gaan naar stand nummer 13. Nummer 13. Ja, ik weet niet. Weet jij wat dat is? Nou, ik weet wel dat er een platte grond is. Oh, dus moeten we eigenlijk die platte... Nou, kijk. Wow, wat een... Damn, bro! Hij is helemaal voorbereid. Je hebt swag! Dat verdient een Pokémon pakje. Ja? Omdat je zo goed eruit ziet, ouwe. Alsjeblieft, man.
Oké, stand nummer 13, waar is die? Oeh, daar. Oh, die is twee stands achter flashcards. Oké, ja. Oké, dan moeten we hier naar rechts en dan die kant op. Dus laten we daar eventjes voor jou de pack ophalen. Wow, yo. Hey, wat is voor jou? Ik had even contact met Jesse. Ja, klopt, daar zei hij. Ja, nice. Hebben jullie wel mooie spulletjes liggen hier? Ja, we hebben alles wat. We hebben Harry Potter, we hebben... Wat heb je? Harry Potter. Oh, daarom ben ik hier. Oeh, Wouter. Ik is van liggen. Voetbalkaartjes hebben we lokaal. Voetbalkaarten? Ja. Kan je een vette voetbalkaart laten zien aan ons? Het is persoonlijk een van mijn favorieten, dus van Pelle, van de voetballer met zijn handtekening. Nice! En dit zijn ook wat nieuwere, die heb ik zelf uit boksen gehaald. Dit is Ibrahimovic. Ja, dat is een van mijn favorieten ook. Dus, ja, tuurlijk. En van Koeman ook. De training starts, when Zlatan C de training starts. Ja. Wouter, de camera die neem ik in mijn handen, want dit is jouw moment. Goed. Heb jij ooit Harry Potter pakjes opengemaakt? Nee, eigenlijk niet. Damn bro. Zijn er Harry Potter pakjes? Ik heb wat moois voor je klaar liggen. Dit is van deze set, krijg je een art setje. Echt? Een art set? Uit de box. Dus, Maar waar is dit dan van? Is dat van Panini of niet? Nee, dit is van Wizard of Coast. Oh, Wizard of Coast. Echt de oude WTC ook, zelfs Pokémon. Dus. Nee joh. Dit is de WTC dus de base set van Harry Potter. Ik heb hier nog nooit van gehoord. Maar dit is niet goed voor mijn portemonnee als ik nu dit ook ga sparen. Wow, leuk kom je erbij toch? Ja, dankjewel. En voor Ezra natuurlijk ook. Nee joh, ja, serieus? Oh, ik dacht dat het wel een verrassing van Wouter was. Maar, nee, het is voor beide uiteraard. Damn. Man, dankjewel. Ja, natuurlijk, geen probleem. Ik denk dat serieus heel veel mensen geen eens weten dat de Harry Potter packs zijn. Nee, maar ik ook niet. Maar jij zegt, je zei 2001 hè? Ja, 2001. Net zagen wij die base pack van Pokémon. Dat was 1999. Dat zijn de alleroudste, meest zeldzame kaarten. Dit is twee jaar later. Ja. Nou, het gewoon hier ook de Simpsons liggen uit 2001. Ja, de Simpsons is ook vet hoor. Kan je die eens erbij pakken? Ja, tuurlijk. Dit zijn de Bist, dat is ook uit 2001. Zo, maar deze hingen dus gewoon in de winkel aan die haakjes. Ja. En mensen hebben geen idee dat dit nu gewoon echt waarde heeft. Nee, ja, hadden we het maar geweten. Hier is het duurlijk zo. De prijs dan €3,49. €3,49. En nu verkoop je één pack voor? Deze gaat nu alleen als artset voor €150. €150 voor alle drie? Ja, ja. We gaan nog even verder een rondje lopen. Maar laten we eerst deze even opbergen in de tas. Zo. Dat gaan we als eerste doen. Dit is zo lijp. Nice. Dat is ook nooit gelopen. Heel vet. Waar zit hij? Oh, daar ben je. Oh. We gaan deze even signeren, man. Kijk, man. Damn. Dat is gewoon een mooie Charizard. Wacht even. Oef. Oef. En de prijs went up, baby. Alsjeblieft, man. Heb je ook eentje op? Alsjeblieft. Damn, mooi zeker? Ja. First edition. Nederlandse first edition. What? Oeh. Oeh, maar kijk even, de eerste aanval. Knauw. Knauw. Ja, ziek, man. Yeah. Aanval. En de donderstoot. Waar wil je dat ik hem opzet? Ja, gewoon ergens. Hieronder? Ja, het is wel mooi. 9,5 jaar geleden in de rij gestaan bij de YouTube Gathering. Ja. Dat is een kleine. En nu kon ik gewoon niet in één steek. Kijk eens aan, man. Dan heb ik nog wel iets moois voor je. Kijk eens aan, man. Hey, top. Alsjeblieft. Super bedankt. Ja, wacht even, is dit die? Dit is een kaart. Dit is die doorzichtige kaart. Die doorzichtige kaart. Holy, ja, heb jij die gewoon? Die heb ik gewoon. Wow, ja. Maar hij dat was een misprint, hè? Hij heeft ook beveiliging voor deze. Echt. Oh, dat zijn al die mensen hier. Dankjewel, man. Hier, waar wil je hem hebben? Hier, Noe. Oh, dit is wel sick hoor, heel eerlijk. Om gewoon zoveel handtekeningen op binders te zetten. Want vroeger als klein kind was ik ook Pokémon kaarten aan het verzamelen in mijn binder. Ik had nooit verwacht dat ik hier zou staan om op andere mensen hun binder een handtekening te zetten. Het is echt heel apart. Echt sick. Ik heb nog wat voor. Oh, voor mij? Meen je? Oh, wat super lief. Kijk, een flesje voor de baby. Hey, super lief, dankjewel. Ik denk dat wij weer verder gaan lopen. Yes. Even de... Even zijn in één keer. Oké. Dan ben je echt mijn beste, wat? Dan ben ik je beste, wat? Beste vriend. Let's go. Okay. Zeker. Oh ja, deze baas. Dit is wel even goed. Deze baas, het is een hele vette Pokémon knolpauwertas. En zo, wat ben je aan het doen? Een knolpauwertas. Dus dat verdient. Hé, maar er zit ook een mooie handtekening op. Kijk eens aan, baas. Alsjeblieft, hè. Veel plezier ermee. Het lijkt alsof die beurs heel druk is, maar eigenlijk is het nu gewoon hier leeg. Het is gewoon rond jou. Is het, hele een zwerf. Hele een zwerf. Bro, ik kan het freaking niet geloven. Dit is zo insane. Dit is zo lijp, man. Ik heb er nog nooit van gehoord. Oh, ik zei, die kamer moet ik laten zien. Had je die opengemaakt uit een pack? Nee, alleen gekocht. Oh,
gekocht. Dus de Jungle Error, zeg je. Daar kan je het nou aan zien? Hij mist het Jungle logoetje. Oh ja, er zit hieronder altijd een... Kijk, er hoort hier, volgens mij een logo van de Jungle serie te staan. En die staat dan dus niet hierop. Er komt nu een kaart aan waar het Jungle logo wel op staat. En dat is dus gewoon een error uit de fabriek. Dus je kan zeggen dat dat dan een zeldzame kaart is. Hier is de Jungle map. Je hebt normaal het logootje. Oh ja, sorry. En daar mist hij. Kijk. Dat is inderdaad het Jungle logo. En hier mist hij dan. We hebben hier dus een Disney Lorcana pack in onze handen. Dit is de first chapter. Binnenkort komt de derde uit of is hij net uit? De derde. Volgende week vrijdag. Nou, volgende week vrijdag komt de derde serie uit. Maar dit is de eerste. De tweede schijnt ook leuk te zijn. Maar de derde schijnt ook heel vet te worden. De eerste, de beste hit die je kan krijgen is een Elsa. En de Elsa kaart die hierin zit, die schijnt dan ongeveer rond de €500 waard te zijn. En ik ga jullie laten zien hoe de Elsa eruit ziet. Oké, er zit dus blijkbaar geen kaarttruc. Dus het is gewoon een kwestie van omdraaien. Het ziet er wel vet uit zo. Ja, mooi achterkantje. Oké, daar gaan we. Work together. Oké, nice. Gaston. Oui. Oh, Hakuna Matata. Die is wel leuk. Die is leuk. Magic Broom. Oké, referentie naar Harry Potter, hè? Ja, het is gewoon een Harry Potter kaart. Oeh, Hercules. True hero. Daar herken ik mezelf wel in. Ja, ik vind het sowieso leuk dat we net ook die Harry Potter kaart tegenkomen. Nu Disney en die Simpsons. Voetbal. Oh ja, was ook gaaf. Dus laten we nog even een rondje lopen. Kijken of we nog ergens anders wat andere dingen kunnen tegenkomen. Ja, en je hebt nog een missie te volbrengen. Ja. Ik moet nog gaan ruilen. Yep. Ik zou zeggen, ik zou er maar mee beginnen. Dames en heren, dit vind ik echt heel erg vet. Ik sta hier samen met Lin. En Lin, die gaat onder de naam LixArt. Ja. Oké, en die maakt gewoon haar eigen Pokémon kaarten. Maar check hoe getalenteerd. Ik vind het echt super vet om te zien. Ze heeft hier een hele map vol. En je ziet hier Charmander, Charmeleon, Charizard. Maar gewoon haar eigen versies. Alles wat je hier ziet in deze map, heeft ze zelf gemaakt. Nou, en af en toe, ik vroeg dus van, gaat het een beetje goed met de business? Af en toe zie je lege plekjes en die zijn dus verkocht. Maar kijk hoe vet dit is gedaan. Allemaal heb jij ze zelf gemaakt. Ja. Ja, echt bizar. Allemaal geschilderd. Vind ik zo ontzettend tof en getalenteerd. Dankjewel. Echt niet normaal. Nou, en je zei tegen mij van, je mag eentje uitzoeken. Ja, sowieso. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen. Ik ga er gewoon eentje bij jou kopen. Nee. Jawel, zeker weten. En ik weet ook al welke. Oh jee. Sowieso Pikachu of niet? Sowieso Pikachu, maar dan deze. Ja. Die wil ik graag van je kopen. Oké. En ik weet ook voor wie ik die ga kopen. Dus dat krijgen jullie later nog te zien. Dames en heren, daar gaan we. Alsjeblieft. Dankjewel. €10. Dankjewel voor de kaart. Maar moet je nog even terug? Nee, dat hoeft niet. We ronden hem af naar 10. Hier zit de kaart in, dames en heren. Dus die gaan we in de broekzak stoppen. Oké, dames en heren. Het is heel eventjes rustig. Dus nu ga ik even snel een rondje lopen. Wouter, die heb ik namelijk even ergens gedropt bij een stand. Die is namelijk de 3 Pokémon kaarten die ik hem heb gegeven aan het omruilen. Ik ben heel erg benieuwd voor wat hij het gaat omruilen en wat ik dus uiteindelijk terugkrijg. En ik ben nu gewoon zelf even een rondje aan het lopen en even aan het kijken of ik wat vette dingen tegenkom. Kijk, dit zijn wel allemaal van die vette dingetjes waar je dan je Pokémon kaarten kan opzetten. Allemaal van die leuke artwork. Kijk hoe tof dat eruit ziet. Allemaal van die kleine standjes en zo. Dodo is weer back in the building, dames en heren. En dit kan niks anders betekenen dan gewoon weer even wat lol. Ondertussen heb jij aardig wat geld verzameld. Ik heb wat geld, wat klusjes gedaan in de buurt. Hoeveel monies heb je hier? Ik heb hier €20. €20? 20 keer €1. En hoeveel knuffels denk je dat we daarmee kunnen winnen? Nou, jij krijgt er sowieso 1 koffie. Dit is sowieso nu al de beste knuffel. Ja, ik hoop als we in totaal 1 halen dat het wel echt goed is. Ik heb gezegd dat ik met deze al 3 knuffels ga halen. Jij lacht me uit, hè. De Pikachu? Ja, maar wat moet je doen? Het ziet er wel vet uit, hoor. Kijk hoe die Pikachu erbij hangt. Maar ja, dit gaat natuurlijk nooit lukken. Ook al heb ik wel 1 iemand zien lopen met die Pikachu. Oh. Is dat... What? What? No way! Je bent verslagen door een kind. Oh my god. Ja, houd de startknop ingedrukt om de schaar naar voren te bewegen. Laat de startknop los om de schaar te knippen. Is er goed gericht en de touwtjes doorgeknipt, is de prijs gewonnen. Kijk. Daar gaan we. Kom op. Oh. Let's go, Mario. Kun je meer pinnen? Bliep, bliep. Let's go. Ik ga voor die Togepi, want die vind ik echt leuk. Let's go.
bang, hè? Ik was bang. Je was eventjes bang dat het duo zou lukken. Nee, hey, maar ik blijf wel bij deze. Deze voelt goed. Ja. Yes, Lee. Box tussendoor, voor goed geluk. Ja, 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 perfect. Oh, perfect. Hou op, joh. Boom, baby. Boom, baby. Nee. Boom, baby. Let's go. Hoe dan verder? Ik zei toch dat ik het 3 ging halen. Oh, de Ekkens. Oké, okay, daar gaan we voor. Hey, publiek is er ook. Let's go, let's go. Let's go. Oké, daar gaan we. Oh, man. Oh mijn god, je hebt ook echt gewoon 3. Je zei het toch? Oh, ik ga voor jou iets doen. Ik zie het al. Hey, de Mario, that's me. Baby. Oh, hij vliegt. Wow. Nou wel, ik denk dat de Gasly moeilijk is, maar hij is wel tof. Hij is heel tof, zeker. Ik ga er gewoon voor. Daar gaat hij. Voor de Gasly. Dit is top, dit is top. Oh. Ja, natuurlijk, kon erbij staan. Hé, hey, jullie hebben de show met de goed. Je hebt hier er ook nog erbij, joh. Gewoon 2. Kon erbij staan. Je mag kijk, vast oh, deze staan. Erbij. Hoppakee. Wat een winnaars, joh. Alsjeblieft, hè. Oh, even kijken. Ik heb wat voor je. Tuurlijk. Ja, want volgens mij vind je die heel leuk. Want kijk, kijk maar hier op de shirt. Wow. Ja, mooi dat shirt. Dat was die voor jou bestemd. Zeker. Ja, tuurlijk. Alsjeblieft, hè. Okay. Alsjeblieft. Kijk, jij wilde net die Charizard grijpen, maar dat geef je mis, of niet? Vind je de Togepi ook goed? Alsjeblieft, hè. Ze had misgegeven, ze zat echt zo... Nou, ik weet niet hoe het voelt. Ik heb er nog wel eentje voor, ja, I got you. Oké, die Ekkens die ga ik bewaren, want die vind ik gewoon leuk. Ja, en deze ga ik aan Misha geven. Oh, ze zei wel dat ze die niet wilde hebben. Ja, dat is waar. Wat zeg je? Nee, dus ze wilde die heel graag. Maar dit was wel even leuk, hè, dat graaien. Ja, dat was leuk. Ik had niet verwacht dat het zo goed zou gaan. Nee, ik wel. 3 stuks. Boom, baby. Let's go. Weer naar huis. Evenementen voorbij, man. Maar nog niet helemaal voor ons, want we staan hier nog steeds op de stand van Flashcards. En ik heb eerder in deze vlog de mystery boxes laten zien. En na rondgespeurd te hebben hier op deze beurs, na ontzettend veel foto's te hebben gemaakt, superveel handtekeningen op kaarten, op binders, op PSA slabs, op van alles en nog wat, komen we uiteindelijk hier terecht bij deze stand en gaan we als laatste iets heel erg vets meenemen. Mijn oog viel sowieso al op een rode ingepakte mystery box. Maar toen ging ik vragen wat is de duurste mystery box die jullie hebben, want ik wil vette content hebben. Toen zeiden ze, maar Enzo, dat is deze bad boy. Deze bad boy, deze mystery box is €1000. En die gaan we meenemen. Oh my god, wat zit erin? Wat hoop je of wat verwacht je? Oh, hij is zwaar. Ik hoop dat er meer dan €1000 in zit aan cash sowieso. Ja, gewoon als extraatje. Ik hoop dat er iets ouds in zit. En wat oudere packs. Ik heb ook nog een doos voor jou, want ik ben bezig geweest met die kaarten. Ja, dat gaat ook mooi worden. Dat gaan we straks zien. Ik ben heel benieuwd. Nou, daar zitten we weer, dames en heren. In de auto, onderweg naar huis. En dan gaat eigenlijk feest pas echt beginnen. Dan begint de beurs. Dan gaan we openmaken. Ja, ik ben zo ontzettend benieuwd, ik jongen. Ook. Echt niet normaal. Ik ben er super hyped voor. En ik heb ook wat leuks meegenomen voor Myron, dus dat gaan we straks ook even geven. We zijn thuisgekomen en we zitten hier even lekker aan tafel. En ik ben nog steeds zo blij dat we dit vandaag hebben kunnen doen. Want als je naar buiten kijkt, het regent nog steeds. We begonnen met regen en het is nog steeds. Ja, waarschijnlijk gaan we ook naar bed met regen. Maar dat is dan wel weer lekker op het schuine dakraam, kan ik je eerlijk vertellen. We zitten dus hier heerlijk binnen. En voordat ik deze doos krijg, waar dus de spullen in zitten die Wouter heeft gereld voor de Venusaur, Blastoise en Charizard.
Ga ik jou even iets geven. En dit vind ik echt... De mensen hebben het al gezien van dat meisje die die eigen kaarten maakt. Superleuk. Maar ik weet nog dat jij in Japan op zoek was naar een kaart. En die kaart die is duizenden euro's. Zo. Maar ik heb gewoon een hele leuke variant daarvoor gefixt. Dus, nou, voor mij? Ja, kijk maar wat voor kaartje het is. Wow, dit is een Charizard. Wat een ding zit ervoor. Maar wat voor een? Oh. Weet je dat het soms nog pijn doet dat ik hem gewoon niet heb meegenomen? Ik vind dit zo'n vette kaart. Bizar, hè? Wauw. En dat heeft gewoon mooi een... Mooi gemaakt. Ja, gewoon een meisje heeft het gewoon gemaakt. Gewoon getekend. Kijk eens aan. Beauty. Dus ik had voor jou 10 euro gekregen voor de machines. En dan heb je nu een 10 euro kaartje terug voor... lief. Dankjewel. Oh, maar die gaat echt in mijn collectie. Ja, leuk. Leuk, hè? Ik heb ook echt naar mijn zin gehad. Ja, zeker leuk, man. Het was echt niet normaal. Een groot feest alleen maar. Het is echt... Het was echt tof. Het is echt leuk. Maar Wouters, weet je? Ja, wist je dat er in deze doos misschien wel Charizard zit? Dat is een weetje. Dat is een weetje. Dus het klinkt meer als een vraagteken. Ja. Weet je dat? Weet je dat? Nee. Weet je het zeker? Daar gaan we achter komen. Dit is voor die 3 kaarten die je mij had meegegeven. Ik ben rondgegaan. Ik heb bij een stand samen met Pim, een vriend van mij, die heb ik een pakket laten samenstellen. Ik zei van, ik wil verschillende dingen. Ik wil zeldzame dingen. Ik wil Engels. Ik wil Japans. Ik wil alles. Oké, en dat is gelukt? En dat is gelukt. Oké, dames en heren. Hohoho. En sowieso alles wat hierin zit gaan we meteen openmaken. Dames en heren, dit is een pakket. Hohoho. Ongelooflijk. We hebben de nieuwe set Spaldian Fates. Ja. Heel erg nice. We hebben hier serieus gewoon een Brilliant Star pack. En we hebben hier een Japanse booster box. Heel erg nice. Echt heel erg tof. We hebben hier een tin. Er zijn ook altijd mooie dingen om mee te nemen. Zo, maar dit is al echt een waarde, hoor. Je hebt meer waarde gekregen. Ja, dan, hij heeft ons goed gematst. Ja, hij heeft je goed gematst, maar goed dat je hem kent. En hier hebben we dan wel echt even de nostalgie. Kijk dan, allemaal Japanse packs. Allemaal verschillend. En deze pack, daar ga ik mee beginnen. Want deze pack, hier heb ik dus nog zelf 100 stuks van. Die ik ga openmaken op mijn gamekanaal. Binnenkort komt die video online. Maak ik 100 van deze packs open. En we gaan nu deze meteen even openmaken. En kijken wat we gaan tegenkomen. Daar gaat hij. Ik heb geen idee wat... De card trick is. Wat de card trick is. Ik denk, ik doe er gewoon 2. Ik heb echt geen flauw idee. Oké, gaan we even checken wat we hier hebben. Oké. Ja, de Charizard is gewoon de beste pool die je kan hebben met deze. Maar you never know. Oké. Die shiny Pikachu was ook vet. Oké. Hey! We hebben een full art te pakken. Ziet er leuk uit. Wiggle. Oké, je hebt in één keer een Mew. Nou, dat is een goede start. Dat is zeker een goede start. I like it. Laten we op deze tour doorgaan, maar nu is niet alleen Pokémon langsgekomen vandaag, maar ook Harry Potter. En daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Ja, ik ook. Ik heb echt, het brandt al de hele dag in mijn jaszak. Dus laten we elke keer tussendoor even een packje openmaken van die vette Harry Potter packs die je hebt gekregen. Welke wil je als eerste openmaken? Oeh, nou eigenlijk zien we hier bijna een beetje een verhaal, hè? Je stapt op je bezemsteel en je gaat dus werkbalwedstrijd in. Je maakt wel punten. Maar ja, om nou echt die 150 punten te scoren, dan vang je dus. Jij weet het weer zo mooi te brengen, hè? 1, 2, 3. Nou, perfect. Dan beginnen we met die dus. Was er slecht van? Nee, ik vond het goed. Ik vond het supergoed. Het zit ook echt in een beetje verhard zakje. Damn, 2001, hè? Dit pakje heeft 23 jaar op jou gewacht. En ik op hem. Wow, ik ben erg benieuwd hoe die kaarten eruit zien ook. En zou er een card trick zijn of moet ik gewoon... Geen idee. Ik heb echt geen flauw idee. Het is ook de expert level. Damn. Oké, daar gaan we. Shaky hands. Uit 2001. Het zit er wel beter verpakt dan Pokémon. Die lucht is nu gewoon 23 jaar. Ik heb nog nooit een Harry Potter kaart gezien. Ik ook niet. Oké, nou we beginnen hier gewoon mee. Transfiguration Lessons. En het is horizontaal. Oké. Blijkbaar. Allemaal? Ik weet het niet. Ja, allemaal. Quidditch Lesson. Huh? Ja, het zijn gewoon horizontaal. Oh nee. Kijk. The Potions Class Disaster. Oh, dit is dus een spreuk die je kan doen. Dan moet je 5 kaarten kiezen en ze wegleggen. The Strategy Session. Wat een Kijk, aparte. Kijk, dit is Harry Potter. Ja, aparte art is het. Oeh. The Race for the Snitch. Een avontuurkaart. Oh, hier. 46 van de 80 kaarten. Ah. 80 in de verzamel ze allemaal? Ja.
Mice to sniff boxes. Oké. The Bloodroot Potion. Poison. Oh, die is pijnlijk. Die is pijnlijk. De ouch. 5 damage tegen je tegenstander. Bravado! Smash! Smash! Is dat de laatste? Nee, dus er komt er nog één. En dat is... Vanish! Vanish! Oh. Yo! Wow, maar dus geen... Geen glimmende of zo? Nee, ik weet het niet. Hebben we nu al een bijzondere gezien of niet? Ja, ik denk het niet. Je ziet wel dat die Vanish heeft een 7. Ja. Dus die zou misschien soort van misschien zeldzaam zijn of ja, zo. Ja, en je ziet hieronder dus ook 2001, Wizards of the Coast. Ja, super dik. Maar ja, misschien in een van deze twee packs zitten nog wel shinies of zo. Ik vind het ook heel apart dat ze de ene keer horizontaal zijn en de andere keer klopt verticaal. Maar ja, voor de duidelijkheid, die Harry Potter sets die zijn dus nooit echt heel erg populair geweest. En die zijn ook niet echt doorgezet. Dus als het goed is, zijn er ook niet echt nieuwe packs van te verkrijgen. Alles daarvan is gewoon een beetje van vroeger. Dus ja. Maar ze zeiden wel dat er meerdere series waren, toch? Dat zijn klopt, ze hebben meerdere series uitgebracht, maar het is blijkbaar nooit echt van de grond gekomen. Dus, oh joh, kijk. Op de achterkant. Dat is wel cool. Ah, kijk, op de achterkant staat Trading Card Game. Dat is wel cool uit, toch? Met de litteken op het hoofd van Harry Potter. Ja. Dat hebben ze wel vet gedaan, ja. Ja, dat ziet er wel cool uit. Oké, back to Pokémon. Back to Pokémon. Back to business. Let's open this. Zitten de Pokémon Masters? Mijn handen zijn nu opgewarmd, hè. Let's go. Laten we eerst de Japanse packs doen. Doe je ogen dicht. En voel maar eentje blind. Oké. Okay. Drie. Oh, de V-Star. Oh, yay! V-Star Universe. Wat we dus gaan doen, we gaan gewoon openmaken. En als we iets vet zien, dan houden we het er wel even zo bij. En dan kunnen jullie genieten van de vette kaart. Oh, we hebben de... Die is mooi. Die ziet er wel heel vet uit. Kijk eens even. Mooi kaartje. Oh, ik heb er meteen nog een. V-Star. Wow. Oh, vind je dat niet cool? Nee, die heb ik al heel vaak gekregen. Oh, oké. Okay. Oh. What? Die is wel vet. Dat is sick design. Kijk eens eventjes. Die is nice, man. The future is dat volgens mij. Dan gaan we nu, dames en heren, naar deze box. Wow. Wow. Kijk naar die camera. Hey, nou, hij vloog weg als een Charizard. Hey, wow, dat zijn veel pakkies. Veel plezier. Goeie wedstrijd. Goeie wedstrijd. Gewoon een Pokébed. Ja, is goed. Ik heb nog geen ene. Oh, let's go. Oeh. Wow. Damn, deze ziet er wel vet uit, hoor. Fancy. Oeh. Hey. Hoe heet die ook weer? Hé, hey, die hadden we in Japan. Lechonk of zo. Ik heb deze met Misha gepakt. Die wilde ze van mij. Die heb ik laatst met haar geruild. Echt? Ja. Oh, wat cute dat je dat met haar ruilt dan. Ja, wie heeft gewonnen dan? Dat is... Oh ja, de pack battle. Maar die had je niet allemaal. Die had je bijvoorbeeld niet uit deze packs allemaal. Alleen deze had je uit die packs, toch? Dat moet je niet zeggen. Ja, dat is waar. Ik heb eigenlijk alleen deze. Dit zijn mijn pools uit deze pack. En dit zijn mijn pools uit deze pack. Ja, dan zie je ook dat qua geldbedrag ik wel meer heb binnengehaald. Ja. Ik heb niet veel geld binnengebracht. Brilliant Stars, een van mijn favorieten. Jij vliegt vandaag. Boy, yo. Kijk hoe die kaart eruit ziet. Huh, hoe kan dat? Wat? Oh, al die krassen? Ja. Oh, ik weet niet, maar misschien als je met kaarten gaat gooien. Kom op! Ik heb wel echt even een goede pool nodig. Komt ie. Starmie, Cynthia's Ambition, James Care, Magma, Mintinel, Coverless, Muzzle. Dames en heren, het is tijd voor de Harry Potter. Ja, nee, maak jij deze? Nee, nee, doe jij maar. Nee, jij hebt toch ook gouden handjes? Nou, denk het niet. Denk het niet. Denk het niet. Zo. Hupsi. Wat zou jij willen van Sinterklaas? Een PlayStation. En Harry Potter kaartje. Zo, dat is wel duur, ja. Misschien krijg je het allemaal niet. Nee. Denk het niet. Denk het niet. Nee, ik denk het niet. The Care of Magical Creatures. Nog een keer Quidditch. Die hebben nu gewoon dubbel. Ik hoop echt dat er een glimmende tussen zit. Ik ook. Ik weet nou niet of dat het geval is. Snape's Bias. Hmm. The Missing Parchment. Bravado, die hebben we ook alweer. Smash, Smash die kennen we ook. Vanish ook. Kennen we ook. Mopsus Potion. Timeout. En dat is hem. Drowsiness Droth. Hmm. Ik vind de kaarten een beetje... Ik vind de packs er vet uitzien dan dat de kaarten. Dat vind ik ook een beetje, ja. Ja. Dit gaat hem worden, dames en heren. Paldeon Fates. Hier komt wel een goede pool uit, denk ik. Ja, hier heb je wel echt een hele gave shiny Pikachu zit erin. Ik vind deze er wel heel erg vet uitzien, hoor, deze packs. Oh my god! Woo! We hebben de shiny Raichu! Nice!
Ja, jij komt precies op het goede moment. Oh maar. Die is echt nice. Kijk eens even. Wow. Wow. Ja, die is echt nice. Chase card. Hallo. Alles goed? Ja, zeker. Met jou. Hey. Ja joh. Oh, je hebt ook gewoon een shiny. Ik heb ook een shiny. We maken onze hele dag al. Maar goed. Ik doe mee met de trend. Met de shiny trend. Oké, jij hebt goed gepoeld bij deze. Die Raichu was nice. Dat was goeie. 1-1. Goeie handshake. Ja. 1-1. We hebben nu deze alleen nog, toch? Ja. Crown Zenith. Dat is wel cool. Crown and Zenith. Check. Boom. Dat is een mooie. En ik heb deze twee. Dit waren alle packs van de kaarten die je had gereld voor mij. Nou, er waren wel veel packs. Zeker, dankjewel. Ik als heb het naar mijn zin gehad. Ja. Die was echt nice. En dan moeten we nog een Harry Potter pakje doen. Oh ja! Nice, let's go. Ja, ik denk toch niet dat ik die vergeet. Oh, ik hoop echt dat die een shiny is. Ik hoop het ook. Ja. Ik ben hoop echt dat ze erin zitten. Charms. Quidditch. Nou, die heb ik echt al zo vaak gehad. De Sorting Hat. Hey, dat klinkt wel goed. Pep Talk. Kom op, Harry. Je kan het, jongen. Jawbind Potion. Oké. Smash. Bravade. Nou, die spels die komen heel vaak langs. Oeh, een Cobra Lily plant. Oké. Okay. Creature plant. Practice match. Practice match. Is dat de laatste? Cobbing. Ik ben nou echt benieuwd of we nou gewoon iets goeds hebben gegeten of niet. Ja, ik heb echt geen idee. Ik heb echt geen idee. Ik had veel meer verwacht dat we een Hagrid tegenkomen, een Ron, een Hermeline, noem ze misschien maar. Misschien dat het daarom ook wel geflopt is, omdat ze die bekende mensen niet echt erin hebben gedaan. Ja, dat ze een Harry Potter pack maken en geen Harry Potter. Ja, of wij zitten natuurlijk wel in, maar we hebben best wel wat kaarten al gezien. Ja, daarom. En ook wel veel dezelfde. Maar sowieso tof. Ja, zeker weten. Leuk om open te maken. Zeker. Ik was heel erg hyped voor. Achterkant ziet er wel echt vet uit. Ja. Buitenkant ook. Dus ja, dat waren de Harry Potter packs. En dat waren de packs die we hebben opengemaakt van de kaarten die zijn gereld. Nu hebben we nog een mystery box van 1000 euro. Die ga ik voor mijn gamekanaal openmaken. En ik heb ook nog een andere vette pack die ik voor mijn gamekanaal ga openmaken. Dus ja, voor Pokémon was dit het wel. Maar we hebben nog even Myron nodig. Myron! Ja? Ik heb jou even nodig. Oké. 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 Waarom dan? Wat ben je aan het doen? Ik was even je stof aan het bekijken. Hallo. Hoi. Was je stof aan het bekijken? Ja. Oh. Dit zijn mijn favoriete stofjes die hier liggen. Maar die moet jij later ook bekijken. Ja. Maar ik vind deze het mooist. Die vind je het mooist, op de muur? Ja. Dat vind ik ook een mooie stof. Want die was van een andere partij. Oh ja, deze. En die hadden we toen al uitgekozen. Maar dit is dan nog net iets... Ja. Mooier met die... Dat vind ik ook wel, ja. Vind ik. En als je hem dan hier zo... Op de muur... En dan de hele muur. Ja. Is leuk gedaan. Ja, en dan natuurlijk wel wat leuke plankjes. En ja. Ziet er tof uit. Ik denk ook dat heel mooi is. En sowieso is dit de muur waar het licht in val komt, van buiten. Ja. Dus het mag ook wel een donkere kleur zijn. Goeie. Maar ik denk dat deze te donker wordt. Ja, dat denk ik ook, ja. Die andere is dan wel mooier. En deze matcht ook weer bij dit, vind ik. Ik vind deze twee kleuren heel mooi samen. Je hebt er wel goed over nagedacht. Ja, daarom zat ik hier ook al even. Ja, klopt. Je zat hier al even, ja. Goed, hè? Heel goed. Ik heb wat voor jou. Ga maar even zitten naast Wouter. Het zal niet iets met Pokémon te maken. Nee. Serieus niet. Nee, echt niet. Weet je het zeker? Ja, weet ik zeker. Kom maar even naast mij. Ik heb vandaag al vaak tegen mij gelicht. Door mij. Moet ik mijn ogen dicht doen? Nee. Moet ik? Wil je dat? Ja. Nee, serieus. Er zijn dus nieuwe packs gekomen van iets anders dan Pokémon. Harry Potter. Nee. Die hebben we ook geopend. Oh. Wat vind jij nog meer leuk? Sims. Nou, ik hoop niet dat er ooit packs van komen. Van iets anders, wat jij leuk vindt. Van gaming? Super grote franchise ook, niet normaal. Wereldwijd. Disney. Wow. Dit zijn Disney packs. Oh, dat is wel leuk. En dit zijn de eerste editie Disney packs. Die waren vorig jaar september uitgekomen. Als jij Elsa packt, ja. Die kaart is 500 euro. Echt? Dan gaan we op vakantie. Die gaan weer naar Japan. Ja. Is dat echt? Ja, dus maak ze allemaal maar open. Allemaal? Ja, jouw feestje nu. Oh, maar hebben ze al eerder een kaart uitgebracht bij Disney? Nee, dit is de eerste keer ooit. Ze hebben vroeger wel wat kleine serietjes gedaan. Maar dit is echt een beetje een serie die moet gaan concurreren met Pokémon. Okay. Maar dat je het ook echt kan spelen. Echt een grote trading card. Moet ik draaien? Ja, draai maar gewoon om en ga maar kijken. Zitten er ook shinies in? Captain Hook, zeker. Ja zeker. Oh, zitten veel kaarten in. Ja.
Boana. Aladdin! Mother knows best. Die is shiny, of niet? Nee. Oh jawel, alleen ja. Het lampje is shiny. Ja, dat is cute. Oh ja. Oké, nou de hunt op Elsa moeten we dan laten doorzetten. Tuurlijk, doe je best. Nog 4 packs. Pumba! Mijn lippen zijn, vond ik ook leuk. Trident. Goofy. Oeh, Lion King. Oeh, deze is wel iets. De Queen! Shiny. Ja, iets meer shiny. Let's go, Queen. Ja. Shiny Queen. En wat is die achterste kaart dan? Dat is deze. Oh. Oh. Ja. Die vond ik ook vet. Die mag jij hebben. Dat waren voor jou. Maar het lijkt, kan je daar niet een soort van, kijk. Oh ja. Je kan het samen mee maken. Ah, oh, kijk eens even. Scherp hoor. Ja, ja. Is dat een Wouter's weetje? Een Wouter's weetje van vandaag. Oh, kijk of die... Oh! Oh! Wow. Kijk dan. Is er nog één stuk? Maar dat is toch wel, denk ik, apart. Dat we nu al meteen drie... Ja, dat we drie verschillende hebben. Ja. Nou, nog eentje, schat. Let's go. Nou, Mickey Mouse zie je hier ook. Mickey Mouse, Timon. En we hadden Pumba ook al. Tinkerbell. Hoeveel kaarten zijn er in de tas? Oh, hier, 204. Wow, er zijn er veel. Zitten hier nog even, maar... Gaston. 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 Wel een beetje shiny, maar ik verwacht dan dat die Elsa echt super shiny is. Die is heel mooi, die heb ik gezien. Echt? Heel mooi. Niet in de echt, wel foto. Oké, okay, als we hem nu afmaken in één maar, keer... Maar had je nou nog een kaartje of niet? Hoeveel heb je er nou geopend? 4, toch? Hier is nog eentje. Maar heb je al 4 packs geopend? Ja. Waar is de achterkant van deze? Nee, die komt nu. Oh, dat is die. Oh, dan heb ik 3 packs geopend. Ja. Nee, maar die is heel anders. Ja, zie je wel. Oh, dat is wel bijzonder. Oké, okay, let's go, baby. Wat je hier nog hebt. Sleepy. Nou, we hebben wel al heel veel, hoor. Ik zie niet heel veel dubbele namelijk. Hercules. Oeh, cool. Oké, okay, dan hopen dat dit er is. Dit moet de Elsa zijn. Ja! Die hebben we al compleet. Dat is wel echt sick. Dat is geniaal. Oké, okay, Elsa, schatje. Kom op, Byron, je kan het. Ik zie wel veel verschillen inderdaad. Ja, het is wel van Frozen, toch? Mhm. Nee. Oh, een dikke. Vond je het leuk? Vond het wel leuk. Mooi zo. Ja, dat is een keer weer wat anders hè, dan Pokémon. Ja, toch? Ja. Maar nu moeten we dit eigenlijk allemaal op volgorde leggen. Kijken welke... Welke we missen. Welke we missen inderdaad. En deze moet ook compleet. Ja, hoeveel ga je hiervan hebben? Nou, we hebben in ieder geval genoeg opengemaakt zoals jullie kunnen zien hier op tafel. Dus dat was hartstikke leuk. Ja. Echt heel erg nice. Myron heeft hulp nodig in de keuken. Wauw, dat heb je nooit. Je vroeg of je het kon doen. Oké, okay, ja, ik bood het aan. Ik dacht, misschien kan ik wel eens even een keertje helpen. Dus, Myron heeft aan mij gevraagd om deze worsten, die velletjes, eraf te knippen of te snijden en dan de worst, het vlees zeg maar eruit te knijpen. Ja. Letterlijk wat hier op dit kaartje staat, het recept, snijd het vel van de boerenworst open en knijp het vlees uit het vel in de pan. Ja, hierin. Oké, okay, bij de uitjes. Ui, knoflook en gember zit hierin. Nou, daar gaan we. Ik denk gewoon zo de bovenkant eraf snijden of zo. Ja, of zo, ja. Misschien kan je dat velletje er wel gewoon aftrekken. Hoef je hem niet eens leeg te knijpen. Ja. Ben ik aan het doen? Ja, dit kan er gewoon af. Dit is zo, maar ja. Het is wel heel eng om dit eigenlijk zo te zien. Ja. Doe er maar in. Ja, toppie. Maar dan denk ik, waarom hebben ze het dan met vel geleverd? Dan kan het toch ook zonder vel, blijkbaar. Nou, een lange houkaart houden, denk ik. Misschien wel, ja. Maar kijk, als ik het bovenste stukje doe... Ja, ik wist dat jij wou knijpen. Ja, ik wil knijpen, ja. Er bestaat wel knijp, maar ik denk niet dat je er dan zoveel uit krijgt. Aan twee kanten. Oh ja. Kijk dan. Nee, dit is niet chill. Dat andere was veel beter wat ik deed. Ja. Ja, maar het is gelukt. Oké, okay, dan ga ik dit wel weer zo opensnijden. Dus dat is meteen een tip voor jullie. Je kan het gewoon vasthouden. Zo opensnijden. Ja. En dan gewoon zo eraf halen. Het velletje eraf halen. Het werkt veel beter. Ja. In plaats van dat knijpen, zie je? Kijk. Boom. Toppie. Nou, dan ga ik het hier eventjes lekker hakken. Voor de camera hebben ze laat helemaal. En dit is het eindresultaat, dames en heren. Het ziet er echt heel erg goed uit met een paar... Wat zijn dat? Een soort van pitjes ook nog of zo? Sesamzaadjes. Oké, okay, en even voor de duidelijkheid, jij wil hier niet liggen, toch? Nee hoor. Oké. Okay. Ik vind het lekker om hier te zitten. Ja, dat is wel even fijn om te weten. Ja, dat zijn echt soms een beetje van die dingetjes waar ik dan toch een beetje over nadenk. Dat ik denk van, ja, dan zie je mij hier zo lekker liggen in het dekentje. En Myron is zwanger en die zit zo op met haar kont aan tafel. Ja, vind ik lekker. Maar daarna ga ik altijd wel bij jou liggen. Ja, daarna gaan we hier lekker liggen met z'n tweeën en even lekker chillen. Ja.
Goed, maar we gaan lekker eten. Dus eet smakelijk. En even samenvatting kijken. Ik kom hier in de slaapkamer binnen en Marion is lekker schaatsen aan het kijken. Wat zijn echt drie vette dingen wat mensen even moeten weten die geen schaatsen volgen? Ik weet in ieder geval eentje. Irene Schouten heeft 3 medailles. 4. Irene Schouten heeft 4 medailles. 3 gouden. 3 gouden, dat bedoelde ik, ja. 3 zilver. Juist. Shout-out haar. Heel knap. En vandaag op zondag heeft Joy Beun op de 5 kilometer de gouden medaille gewonnen. Boom, is haar zo gegund. Holy shit. En nu net op de 1500 bronzen medaille. Ja, dus die heeft in één keer 2 plakken erbij. Ja, op 1 dag. Maar ja, echt sick. Doet ze echt supergoed. Heel nice. En Jordan Stoltz, dat is die hele jonge Amerikaan. En ja, die is sowieso baanbrekende records aan het maken. Dat is niet normaal. Die gast is 19 of 20? 19 jaar en die gast die schaats iedereen zo wat eruit. Die heeft op de 500 de gouden, op de 1000 de gouden. En nu moet hij zo aan de start voor de 1500. En daar kan hij ook een gouden winnen. Dan heeft hij 3. Het is echt bizar, dan ben je 19. Ja. Nou goed, daar gaan we nog even naar kijken hier zo. En dan lekker slapen. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Check jullie morgen om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke vette peace.